Marije Weterings, alleenstaande moeder van Liv. Een lief meisje met aangeboren afwijkingen. Werken is voor Marije geen optie. De zorg vraagt al haar tijd. Reden om bijstand aan te vragen. Ik kreeg te horen dat ik rekening moest houden met een verplichte zoektermijn van vier weken. En dan mocht ik 6 november weer terugkomen. Wat betekent dat voor u? Ja, dat ik het niet rond kan breien. Ik sta machteloos. Ik. Kan niks. Ik kan niet werken. Ik heb geen mensen om me heen waar ik geld van kan vragen. Maar de bank die vraagt nog steeds om de, om de centen, hè? dat je je rekeningen gaat betalen. Margeje schakelde de landelijke en plaatselijke politiek in. Die helpen haar bij haar procedure voor bijstand. Maar ze gaat ook door voor lotgenoten. Ja, die mag je niet zomaar in de kou zetten. Die kun je niet laten uh, verpieteren. Sociaal Hart Enschede, een burgerinitiatief voor mensen met bijstand, ziet de problemen ook. Vanuit de hele stad hebben ze inmiddels ruim 200 vergelijkbare verhalen verzameld. De vier weken zoekperiode die wordt op een dusdanige manier toegepast. Eh, dat je dus te maken krijgt met opschortende werking en met eh, het probleem dat mensen rechteloos zijn. En dat is het kwalijke hier in Enschede. De gemeente herkent zich niet in de bezwaren. Juist omdat uitzonderingsgevallen binnen de vier weken geholpen worden. Zoals Den Haag het heeft bepaald. Als iemand alsnog een aanvraag doet voor bijstand tijdens die vier weken, moet de gemeente die aanvraag ook tijdens die vier weken in behandeling nemen. Daarnaast zien wij dat er van die vier weken zoektijd echt een stimulerende, een prikkelende werking uitgaat om mensen weer op zoek te laten gaan of naar werk of naar scholing. In ieder geval om echt op zoek te gaan naar iets anders dan die uitkering. Ja, dat is onacceptabel. Onaanvaardbaar. Dat kan niet. Wat, wat moeten die mensen allemaal? Wat moet ik? We eh, voelen ons op dit moment eh, redelijk machteloos. En we hebben gezegd tegen de wethouder dat wij de schrijnende gevallen niet meer zullen melden bij hem. Omdat eh, deze mensen ook nog eens een keer het risico lopen dat ze eh, een handhavingsonderzoek op hun dak krijgen. Wij gaan eh, deze, eh, deze zaken melden eh, bij de Nationale Ombudsman en bij de SP-fractie van de Tweede Kamer. Dankzij vasthoudendheid is de aanvraag voor Marije alsnog in behandeling genomen. En dat hoopt ze ook voor al haar lotgenoten. Want je weet niet wat de achtergrond is van mensen. Je weet niet waarom ze bijstand aanvragen. En er kunnen zoveel redenen achter ze in, ze, uh, zitten. Of het nu echt zo is of niet. Maar je, je moet het gewoon direct in behandeling nemen. Klaar. Zeg maar dag, dag.